Snuffelsnuit, ik ben domino-steentjes aan het neerzetten. Geweldig, hè? Maar deze rij moet nog veel langer worden. Ik wil namelijk de super deluxe langste domino-rij bouwen die er bestaat. Wat is dat? Oh nee, van domino-stenen. Krabbel, waar ben je mee bezig? Ik spring touwtje. Oh, nee. Nee, dat doe je niet. Hou daar onmiddellijk mee op. En waarom dan wel, meneertje Bobo? Nou, mevrouwtje Krabbel, omdat je met je gespring het hele huis laat daveren en ze vallen met domino-steentjes om. Maar dat is toch juist de bedoeling van domino-steentjes, hè? Dat ze omvallen? Oh, grappig. Die rij die mag pas omvallen wanneer het een super deluxe langste domino-rij is. En daarom moet jij ophouden met dat belachelijke gespring. Begrepen? Belachelijke gespring. Denk meneertje Bobo wel. Hoi, hoi, hoi. Hoe gaat ie, Bobo? Sst. Wat ben je aan het doen? Vissen, nou goed. Veren, hè? Zo, ik spring lekker zo hard touwtje als dat ik zelf wil. Dat is wel een beetje vervelend voor je domino-steentjes. Precies. En omdat Krabbel niet wil luisteren, is er een andere aanpak nodig. Hoe bedoel je? Tjerk, wil jij Krabbel voor me weglokken? Oh, nee. Ik doe niet weer mee met een van je plannetjes. Waarom niet? Ik ben altijd de klos. Maar als Krabbel zo blijft springen, dan vallen zo al mijn domino-steentjes tegen de grond. En dan krijg ik nooit meer super deluxe langste domino-rijen. En jij bent toch mijn allerbeste vriend. Oké, het is al goed. Ik doe het. Waarom moest ik nou zo dringend hier naartoe komen? De tuin. De tuin is. Klaar met springen, mevrouwtje Krabbel. De tuin is. Mooi! Moest ik hier naartoe komen om te horen dat onze tierentuin mooi is? Ja! Ik ga weer touwtje springen. Het is niet waar, hè? Daarom moest ik dus mee naar de tuin. Ja, zodat Bobo mijn springtouw door midden kon knippen, hè, Tjerk? Oeh, zie je wel. Dan ben ik weer de klos. Ja, reken maar. Maar je kunt het ook weer goed maken, hoor. Je moet gewoon... Ik moet helemaal niets. Nee, ik doe niet meer mee met jullie plannetjes. Jawel. Ja. Door jouw schuld is mijn touw nu stuk. Ik voel me zo ongelukkig. Oké, het is al goed. Zeg maar wat ik moet doen. Waarom moest Tjerk nou zo nodig de tuin laten zien? Af en toe is die Tjerk gewoon een rare wortel. En nou snel verder bouwen. Nee, die staat niet goed. Huh? Huh? Snuffelsnuit, wat is dat nou? Alles wordt fijn met een beetje lijm. Krabbel, wat heb je gedaan? Jij wilde toch dat je domino-steentjes bleef staan? Je hebt ze vastgelijmd. Ja, had jij mijn springtouw maar niet doormidden moeten knippen? Maar jij mocht niet springen. Dat mocht ik wel. Hou nou toch eens op met ruzie maken. Jij had haar niet mogen helpen.
hoofd met jullie plannetjes. Maar nu zijn jullie samen de klos. Huh? Oh. En daarom heb ik nou een plannetje. En zo vertelde Tjerk dat ik Krabbel's touw weer moest repareren en dat Krabbel met een sponsje en een sopje water weer alle vastgelijmde dominosteentjes moest losmaken. En daarna liet Tjerk ons samen weer de hele domino-rij bouwen. En dan mogen jullie nu samen touwtjes springen. Huh? Oké, dan. 1, 2, 3. En door zo samen te springen, lieten Krabbel en ik alle domino-steentjes omvallen. En zo hadden we een super deluxe langste omvergevallen domino-rij. Snuif van snuit. Snuffelsnuit, dit is mijn oude fopkoffer. Daar zitten allemaal leuke dingen in om mijn zusje mee te nemen. Even kijken, een scheetkussen. Of jeukpoeder. Of nee, wacht, nog mooier. Mijn oude fopspin. Is er wat, Krabbeltje? Zo'n groot probleem heb ik nog nooit gehad. Snuffelsnuit, mijn fopspin. Hoi, hoi. Tjerk, jij bent de oplossing voor mijn probleem. Oh. Jij mag met mij dansen. Ik? Ja, ik wil echt heel graag dansen, maar ik heb een danspartner nodig. Alsjeblieft. Ho. Als je iemand zoekt die kan dansen, vraag het dan aan de Super Dance Master. Maar Tjerk kan ook dansen, toch Tjerk? Ja, valt wel mee. Dan doen we een wedstrijd. Dan kun je zelf zien wie de beste is. Links, rechts, 3, 4. Rechts, rechts, 3. Kan dat niet wat stiller, vervelend kereltje? Sorry, meneer buurman. Ik leer dansen in 1, 2, 3. Nou, laat maar eens wat zien dan. Links, links, 3, jij danst 4, als een suffe plank. Links, links. Nou, heel veel succes, vervelend kereltje. Die Tjerk. Oh, die danswedstrijd, die heb ik nu al gewonnen. Oh yeah. Dus heb ik nog even tijd voor een grapje. Wat zal ik gebruiken? Jeukpoeder. Mijn scheetkussen. Wat kijk je, Sip Tjerk? Ik dans als een suffe houten plank. Misschien moet je het leren van iemand die het wel kan. Vet cool. Dit wordt echt de beste grap ooit. Kijk, Krabbel. Het gaat al supergoed. Ik kan niet wachten tot de wedstrijd. Oh, Tjerk. Volspeler. Ik moest iets doen. Ik ben de beste danser van allemaal. Dan kan ik toch onmogelijk gaan verliezen van Tjerk. Snuffelsnuit. Jeukpoeder.
Hé, hey, Tjerk. Hey, wat ik nog wou zeggen, is dat de beste mogen winnen, hè? Dank je, Bobo. Na u. Oké, Tjerk, ben je er klaar voor? Moet ik nog wel dansen? Volgens mij heb ik nu al gewonnen. Wauw, vet cool. Snuffelsnuit. Ik geef een dikke 10. En ik heb een 11. Oh, een 11 bestaat niet eens. Ik was super breakdance goed. Dat kwam alleen maar door het stomme jeukpoeder. Heb jij vals gespeeld, Bobo? Nee hoor, een klein beetje maar. Sorry, Tjerk. Ik wil gewoon zo graag de beste danser zijn. Bobo. En wat gaan wij hier aan doen, mevrouw de voorzitter van de jury? En toen had Krabbelen toch wel gemeen idee. En Bobo, klaar voor je eerste dansles? Doe maar snel. We hebben de hele middag geoefend. Snuffelsnuit. Snuffelsnuit, weten jullie wat ik nu ben? Nee? Oké, wacht even. Ja, nu weten jullie natuurlijk wel wat ik ben, hè? Nee, nog steeds niet. Oh, wacht even. Ja, dat klopt. Dit is mijn dokterskoffer. Ik ben dokter Bobo. Aangenaam kennis te maken. Bobo? Dokter Bobo. Aangenaam. Ah, ja, natuurlijk, dokter Bobo. Alles goed met u? Voelt u zich niet een beetje... ziekjes? Nee hoor, ik voel me prima. Ah, jammer. Auw! Ah, toch een gewonde. Geen paniek, mevrouw. Ik zal u wel verzorgen. Nou... Het valt wel mee hoor, niks aan de hand. Ah, jammer. Hé, hey, Krabbel. Hoi, Bobo. Wat zie jij er gek uit? Ik zie er niet gek uit. Ik ben dokter Bobo. Aangenaam. Aangenaam. Hé, hey, Krabbel, heb jij geen zin om even van de schommel te vallen? Van de schommel vallen? Waarom? Nou, dan heb je pijn en dan kan ik je... verzorgen. Gekke Bobo. Nee, ik ga toch niet van de schommel vallen voor jou? Snuffelsnuit. Waar vind ik nou een slachtoffer? Wat sta jij daar te brullen, vervelend kereltje? Ah, buurman. Ben jij niet wat ziekjes? Inderdaad. Geweldig. Dan kan ik namelijk... ziekjes van luidruchtige buurjongetjes... zoals jij. Maar ik ben dokter Bobo. Ik zie alleen een verkleed kereltje. Nee, een vervelend verkleed kereltje. En hou nou maar je brutale mond. Want ik heb wel andere dingen te doen dan te kletsen met jou. Ik heb dringend een echt slachtoffer nodig. Hoi, hoi, Bobo. Tjerk. Je komt als geroepen. Is dat goed of is dat slecht nieuws? Zo, en dan hier nog eentje. Oh. Auw. Tjerk, wat is
ik ben ziek. Ik heb overal pijn. Waar heb je pijn? Hier? Auw! Ja, dus. En hier? Auw! Daar dus ook. We moeten het tegen mama zeggen en de dokter bellen. Geen paniek. Dokter Bobo is er al. Maar weet jij dan wat je moet doen, Bobo? Natuurlijk. Alles wat we nodig hebben zit in mijn dokterskoffer. Ik zal Tjerk verzorgen in de slaapkamer. Oh, ik hoop maar dat Bobo weet wat hij doet. Ik heb wat meer spullen nodig. Ik probeer het met een schroevendraaier. Een schroevendraaier? Misschien lukt het beter met een zaag. Een zaag? Het echte werk dan maar. Oh. Een hamer? Wat gaat Bobo met Tjerk doen? Bobo, stop! Je mag Tjerk geen pijn doen met die hamer. Dat was ik ook niet van plan. Ik krijg mijn dokterskoffer niet open. Oh, dus daarom had je al het gereedschap nodig. Inderdaad, het is een verdraaid roestig koffertje. Ah, ik geef het op. Maar Tjerk dan? Ga jij hem niet meer helpen? Dan moeten we een echte dokter bellen. Wel, nee. Hij deed maar alsof. Ja, er is helemaal niets aan de hand. Dus ik heb me al die tijd zorgen gemaakt om niks. Inderdaad. Heeft Tjerk goed gedaan, hè? Ja, ik kan goed acteren, hè? Auw! Auw! Ja, meisje in de maling nemen, hè? Wacht maar. Ja, toen zijn we maar gevlucht. Want anders waren er nog echte ongelukken gebeurd. Snuffel, snuit! Snuffelsnuit, ik heb een knutselwerkje gemaakt. Mooi, hè? Mijn knutselwerkje vind je toch ook mooi, hè, Bobo? Ja, hoor. Heel goed gedaan. Voor een kleine zus. Oh, ruim nou maar alles mee op. Precies zoals mama gevraagd had. Grote broer. Hé, maar wees wel voorzichtig, hè. Je weet wat ze heeft gezegd. Geen vlekken maken. Schreeuwen. Ik schrik me de konijnentandjes. Daar! Een vlek! Oh, nee! Hoi, hoi, mevrouw! Hi, Tjerk. Bobo en Krabbel zijn aan het knutselen in de keuken. Knutselen? Oh, maar ik hou ook erg van knutselen. Nou, misschien kun je helpen met knutselen. Hey, goed idee. Ja, want misschien hebben ze wel mijn lievelingsknutselwerk gemaakt. Een chocoladetaart. Oh, Tjerk, wil je wel even zeggen dat ze vooral geen vlekken maken? Doe, mevrouw, want de vlekken zijn inderdaad heel erg vies. Maar behalve als het chocoladevlekken zijn. Hoe komt die vlek daar nou? Nee, we zijn nog wel zo voorzichtig geweest. Hoi, hoi. Oh, Tjerk. Jullie hebben blijkbaar helemaal geen snoepjesrij, koekjesstoren en al helemaal geen chocoladetaart geknutseld. Nee, we hebben een vlek. Oh, en je mama zei net nog... Ja, dat we geen vlekken mochten maken. Ik weet het. Snuffel, snuit, wat moeten we nou doen? Ik denk dat we gewoon alles eerlijk moeten vertellen aan mama. Ja, ben je gek geworden? Als ze dit ziet, dan zwaait er wat. Mama, komt eraan. We moeten de vlek verstoppen. Hallo, jongens. Hebben jullie lekker geknutseld? En geen vlek gemaakt? Nee, mama. Natuurlijk niet. Mooi zo. Is er wat? Nee hoor, nee. Niks. Nou, mooi. Dan ga
verder werken. Oh, dat ging lekker. Lekker? Ja, ik blijf hier echt niet de hele dag op dit kleed staan, op Bobo. Nee, en ik vind toch dat we alles echt eerlijk moeten vertellen aan mama. Of we laten gewoon het hele kleed verdwijnen. Ik ga even bij mama polsen. Dag, mam. Hi, Bobo. Hey, mam. Dat kleed, hè, in de woonkamer. Ja, wat is daarmee? Nou, niks hoor, niks. Nee. Maar dat kleed dat is al best wel oud, hè? Ja, dat is heel oud. En het is ook niet meer zo mooi. Nee, het is niet meer zo mooi. Nee, dus dan zul je ook wel niet zoveel meer van het kleed houden, hè? Oh, jawel hoor. Het is mijn lievelingskleed. Jouw? Jouw? Lievelingskleed? Is ze dat echt zo gezegd? We moeten die vlek weg zien te krijgen. We besloten er maar om op onze eigen manier de vlek weg te krijgen. Maar hoe hard we ook schrobden en poetsten, de vlek ging niet weg. Ah, snuffel, snuit. Er zit echt niks anders op dan het gewoon eerlijk te vertellen aan mama. Wat moeten jullie mij eerlijk vertellen? Bobo? We hebben een vlek gemaakt. Ja, en we hebben echt heel hard gepoetst, maar we kregen die vlek niet weg. En even grote informatie, ik heb hier helemaal niets mee te maken. Waar zit die vlek? Hier. Maar we konden er echt niks aan doen. maar vind je het dan niet erg dat we een vlek op je kleed hebben gemaakt? Nee hoor. Maar het was toch je lievelingskleed? Ja, en je had nog gezegd dat ze absoluut geen vlekken mochten maken. Ter informatie, jij hebt hier eigenlijk niks mee te maken. Maar jullie hebben deze vlek helemaal niet gemaakt. Die zit er al heel lang in. En hij mag ook niet weg, want het is mijn geluksbrenger. En daarom is het mijn lievelingskleed. Oh, dus wij hebben die vlek helemaal niet gemaakt. En dus was al die moeite voor niks. Ja, maar jij vond dit gemakkelijker dan gewoon gelijk eerlijk de waarheid te vertellen. Ik had mijn lesje wel geleerd. Als er iets gebeurd is, dan kun je alles maar beter meteen eerlijk aan je mama vertellen. Dat is veel gemakkelijker. Snuffel snuit! Snuffelsnuit, ik heb een sarcofaag gemaakt. Zo'n kist voor een mummie. Die heb ik gisteren met school ook gezien in het Egyptisch Museum. Ik vond het best wel eng hoor, zo'n mummie. Maar weet je, volgens mij kan een mummie ook heel grappig zijn als je er iemand mee kan laten schrikken. Dan heb ik alleen veel eerst een mummie nodig. En ik weet al waar ik die kan vinden. Kindje, je ziet er zo slapjes uit. Ik heb zo slecht geslapen vannacht. Ik verzet vandaag echt geen poot meer. Krabbel, ga staan. Ik heb je nodig. Waarom dan? Ik ben nog zo moe. Ja, ik zie het. Je ziet er inderdaad niet zo frisjes uit. Oh, zeg, zo kan hij wel weer, hoor. Nee, ik bedoel, je ziet er schitterend niet zo frisjes uit. Precies wat ik nodig heb. Zo, jij mag hier blijven staan. Oh, waarom dan? Nou, hierom. Oh, moet je naar het toilet? Nee, dit is voor jou. Oh, maar ik hoef helemaal niet naar het toilet hoor. Nee, ik wil veel liever terug naar mijn bedje. Maar nee, hiermee word je een mummie.
een mummy. Oh, dat klinkt vermoeiend. Ach, wel nee. Je hoeft alleen maar even stil te blijven staan. Stilstaan? Oh, nou, dat kan ik wel hoor. Dag mevrouw! Dag Turk! Weet u, wat heeft die herrie te betekenen? Wat zeg je? Die herrie! Oh, dat is de cirkelzaag van de buurman! Hé, kan dat niet wat stiller? Ik probeer hier in alle rust te klussen. Ja, niet dat het jullie wat aangaat, maar ik probeer me hier voor te bereiden op mijn wintersportvakantie. En daarom ben ik deze schans aan het bouwen. Dan kan ik vast een klein beetje oefenen in de tuin. Dan kan ik met mijn skis van mijn zelfgemaakte schans springen. Is dat niet een beetje gevaarlijk, buurman? Oh, maakt u zich over mij maar geen zorgen, mevrouw. Ik weet precies wat ik doe. En laat u me nou maar met rust. Dan kan ik weer heerlijk verder klussen. Oké. Ben je er klaar voor, Krabbel? Zie je het nog zitten om mummie te spelen? Zwijgen is toestemmen. En je weet het, hè? Als Tjerk straks binnenkomt, dan klop ik op de kist, dan spring je eruit en dan roep je heel hard boe. Oké? Snuffelsnuit, wat zal Tjerk schrikken? Tjerk! Hoi, Bobo. Wat is dat? Kom maar eens kijken. En nou goed opletten, hè? Ja, Bobo? Wacht even. Waar moet ik op wachten dan? Ik snap het niet. Ik sta klaar op mijn schans. Ik glij naar beneden. Ik spring. Ik vlieg. Ik val. Buurman. Bobo. Ja, jij die de hele tijd op een kist staat te kloppen. Nou, doei! Tjerk, wacht nou! Ja, maar wat wil je me laten zien dan? Ik wou je laten schrikken. Krabbel moest uit de kist springen als een mummy. Een mummy? Ja. Ach, kom nou, Bobo. Ja, je denkt toch zeker niet dat ik zou schrikken van een mummy? Er bestaan niet eens mummies in Wortelberg. Oh. Ma, wat is er aan de hand? Kijk! Mummy! Ja, ik zeg nog tegen de buurman dat het gevaarlijk is om van de schans te springen. Maar ja, hij wou niet luisteren. En nou heb ik hem helemaal moeten verzorgen. Die Tjerk! Dat er helemaal geen mummies bestaan in Wortelberg. Een mummy! Waarom rennen die nou weg? Ik wilde juist vertellen dat ik het een heel leuk spelletje vond. Ik heb een heerlijk tutje gedaan. Sindsdien weet ik het wel. Er lopen wel degelijk mummies rond in Wortelberg.